Dit is het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag hadden we een wisselend bewolkt beeld met sommige momenten, vooral later op de dag, maar ook een aantal stevige buien die we ook goed op de radar zien. Ze trekken van west naar oost over het land en we zien inmiddels de zwaarste exemplaren over de oostelijke helft van het land liggen en van het westen uit naderen slechts nog een paar buitjes. Dat betekent dat het de komende uren geleidelijk aan een stuk droger gaat worden en ook gaat opklaren, maar dat is wel van tijdelijke aard. Want we hebben wisselvallig weer met van tijd tot tijd behoorlijk wat regen en met name morgen later op de dag komt er een klein laag drukgebiedje dichterbij en dat laag drukgebiedje zorgt voor regen die van west naar oost over ons land gaat trekken. Dat het gaat dus vooral aan het uh, eind van de middag en het begin van de avond gebeuren. Want later zien we het lage drukgebiedje verder trekken. En het gaat heel snel, want zaterdagochtend ligt hij al boven Denemarken. De neerslag is dan inmiddels ook verdwenen, hoewel er nog wel een paar buien kunnen vallen. Goed, dat is het weer in grote lijnen de details voor vannacht. Dan is het op veel plaatsen droog, zeker vanavond, met ook opklaringen die terrein winnen. In de avondtemperaturen van 11 tot 15 graden in de nacht dalend naar 6 tot 9 graden. Het blijft op veel plaatsen droog met die opklaringen, maar in het noorden kan laat op de avond, en vooral ook in de nacht, wel weer wat lichte neerslag ontstaan. Die buien die vinden we morgen overdag vooral in het noorden en westen van het land. En in het midden, met name in het zuidoosten, blijft het lange tijd droog met wat zon. Maar uiteindelijk weten die uh, buien ook de rest van het land te gaan vinden. En met name laat in de middag en in de avond, dan trekt die storing over. Stevige wind ook, vooral langs de kust. Die buien die gaan weer plaatsmaken. In de loop van zaterdag wordt het op veel plaatsen droog, breekt de zon beter door en wordt het 14 tot 16 graden. Zondag beginnen we met droog weer en wat zon loopt het kwik op naar 20 graden gemiddeld, maar dan juist in de loop van de middag weer een toenemende kans op buien. Maandag is dan een heel wisselvallige dag met ook grote verschillen in temperatuur en grote onzekerheden. We houden het nu op 15 tot 17 graden in het binnenland en in het zuidoosten misschien nog 21. En die grote verschillen kunnen we ook zien op de 15-daagse. En dan met name op de maandag is er een hoop onzekerheid. Net als op de dinsdag. Daarna lijkt het langzaamaan warmer te worden. Met de nadruk op langzaamaan. De kansen dan op zomersweer die zijn voorlopig niet zo groot. We zien ze pas later in de periode langzaamaan wat oplopen. Maar of we nou ook echt aan 25 graden gaan komen, die kansen zijn voorlopig nog niet heel groot. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.